Als resortcommandant in Unikeri moet ik u mededelen. Ik ben ook als HOV hier in Unikeri. Ik ben verantwoordelijk schuldig aan het OM, zoals het begeleiden van strafzaken en aanrijdingszaken. Als resortcommandant ben ik ook verantwoordelijk schuldig aan de GPC met betrekking tot de dagelijkse werkzaamheden, zoals afdeling verkeer, het rijexamen, het huiselijk geweld en een resort Unikeri. Ik ben als HOV aangesteld nog bij recherche, afdeling recherche in Unikeri, en parketwacht en Henat en Wageningen. Naar de medewerkers toe heb ik ook als taak om hen in elk geval sturing te geven. Ik ben ook belast met begeleiding en het coachen van mijn medewerkers, zodat zaken eigenlijk op een goede baan worden geleid. Ik krijg de volle ondersteuning van de GPC. Ik mag niet jokken. Hij is degene die mij eigenlijk de push geeft om dan in elk geval mijn werkzaamheden als HOV en als RC hier in het resort Unikeri te doen. Een heel verantwoordelijke taak. U heeft heel wat bijtaken. Hoe is de samenwerking met het personeel? Ik moet u zeggen dat het prima is. Ik praat veel met de jongens. En ik zie dat het nou goed gaat dan in het verleden. En ik mag u zeggen dat er een goede teamgeest is tussen ons. U geeft ook leiding aan huiselijk geweld. U bent een vrouwspersoon. We merken ook dat veel vrouwen geweld meemaken. Heeft dat een toegevoegde waarde? Dat u een vrouw bent en huiselijk geweld ook aanpakt? Jazeker. Als u goed kijkt wat de gevallen die we binnenkrijgen. Als vrouw voelt u ook aan. U plaatst zich ook in de situatie van het slachtoffer. En dan kunt u toch bepaalde zaken in elk geval beter oplossen, omdat u weet wat het precies in eigenlijk bij zo'n vrouw zich afspeelt. Vooral wanneer de persoon dan zoveel jaren geconfronteerd is geraakt met huiselijk geweld en dat ze nu pas durven om naar de politie toe te stappen om hun leed eigenlijk kenbaar te maken.